ruiming en strooiingsdienst. Het is duidelijk, er wordt veel zout gestrooid. Zo, beste mensen, ik ben hier ondertussen verder aan de N290 richting Hulst. Zoals je kan zien, er is absoluut niemand op de baan. Het is een 9-tal kilometer tot het beginpunt van Hulst, een 11-tal tot het stationsplein en dan de andere kant richting Terneuzen, een 13-tal kilometer. Het is een belangrijke route, verbindingsroute Hulst-Terneuzen. En dan de andere kant heb je ook nog een snelweg vanuit Hulst stationsplein richting Absdalen. Richting Axel en ook mogelijkheid om naar Terneuzen te gaan. Natuurlijk wel een belangrijke route hier. Hè. Kan ook met de fiets, maar natuurlijk wel niet in dergelijk weer. Zo, ik ga terug de richting van Vogelwaarde. Hier terug de locatie van de snelweg, dus de richting van Terneuzen. Terug naar het voertuig. Die volop bezig is met de baan aan het opruimen. Ik zeg nogmaals, deze route is absoluut van belang. Momenteel in Nederland zit men nog altijd in de harde lockdown. Dus enkele supermarkten zijn open, maar ik zeg, de meeste mensen hebben ook al boodschappen gedaan al de vrijdag. En natuurlijk de lokale buurtwinkelier, dat is in ieder dorp. Kan ook wel dienen in geval van nood, zoals nu, je gaat dan naar de lokale buurtwinkel. Pracht van een landschap hier opnieuw. De volledige stilte. Typisch fenomeen door de hevige wind, windstoten die er momenteel zijn. Ik zeg wel windkracht 7 en op een bepaald moment de windkracht 8. Zie je terug de sneeuw die hier opnieuw komt op het fietspad. Ik zeg opnieuw die gladheid. Het was hier zo pas gestrooid, maar ik zeg opnieuw serieus glad. Nou, je kan hier zeggen midden in de storm. Windkracht 7. Windstoten tot 60 km per uur. En op bepaalde momenten is het ook aan de iets verder te Zeeland windkracht 8. De sneeuw komt gewoon terug op het wegdek. Terug ijzelvorming. Dus bijzonder opletten. Plat, ik had hier. Nog met mijn botten is de schaatsbaan geworden. Dus hier het wegdek die daar net gedaan geweest is. Er is maar één rijstrook dat je nog maar ziet. Als daar even verder zie je beide rijstroken. En dus hier, ik zeg, de poedersteen komt er gewoon terug op. Hier één wegdek beschikbaar. Eén stuk.
een serieuze eis van me. Serieuze eisen. Het wordt hier spiegelglad. Hier is er een stuk gras en dat gaat dan natuurlijk wel wat vlotter. Het dorp, de windstoten zijn toch wel gevig vanaf dat je even op een buitenplaats bent. Hier kan je terug duidelijk het fenomeen zien. Ik zeg de beide rijstroken en dan daar wordt het maar slechts één rijstrook. Ik zeg die ontruimingsdienst is hier geweest, een goed half uur geleden. Ik zeg de baan wordt volledig terug in ijzelplaats. Het is serieus heet. Beste mensen, welkom terug in Vogelwaarde. Het is 2000 inwoners hier. En dan even verder heb je Klooster Zande, op een 8 kilometer, 3000 inwoners. En ertussen Hengsdijk, 500 of iets meer. Maar bon, ik zeg, dit blijft hier wel de hoofdroute natuurlijk, verbindingsroute van alle dag. Daar is er even een voertuig. Bijzonder opletten. Vooral aan een stuk hier, waar dus die windvlagen komen. Ik zeg, al dat ijs, al dat sneeuw komt terug op de baan. Ik nader hier terug de woningen te Rapenburg. Mensen zijn bezig natuurlijk met het voetpad aan het opruimen. Dus hier gaat het op de centrale route. Die is ook niet gevoelig aan de wind natuurlijk, van de open velden. Goedemorgen. Hoi. Wat lijkt het landschap? Ja, mooi landschap, hè? Ja. Dat is hier niet alle dag, dat is het. Ja, allee, succes meneer. Hier heb je toch wel
terug de windstoten die even doorkomen. Hier kan ik rustig verder. Daar zie ik nog een strooiwagen. Dat is wel een serieuze taak. Ik zeg, vooral hier in Zeeland ook, ik zeg met de wind en die routes hier die van absoluut van belang zijn. Hier is dat ook een fietsroute die men gebruikt, natuurlijk bij mooi weer, om naar Huls te gaan. Dus ik ga hier nog even gaan, dat is wel mooi nog om te tonen. Het is een fietsroute om de N290 te vermijden, dus dat je niet rijdt langs de weg. Ook beter voor de ademhaling en zo, bij druk verkeer. Dus via deze route ga je richting Van ter Goelen en kom je dus ook op hetzelfde punt uit. Maar opnieuw geen druk verkeer en ook wel veel ruimte op de fiets natuurlijk. In dergelijke wintertoestanden moet men wel langs de hoofdbaan, maar ik zeg, er zijn toch wel velen die de fiets gebruiken, zowel zomer en winter. Ik zeg, er is hier geen openbaar vervoer. Heel beperkt, ik zeg, hier als burger. Dus, men moet wel eens een fiets gebruiken voor schoolstudies, gewoon werkverkeer. Maar blijkbaar deze route zal wel niet mogelijk zijn. He. Alles is niet deze week. Hier terug een mooi plaatje. Terug een mooie landschap. Het is vooral een ijzervorming. Ik kan wel zeggen, het is sneeuw. Hier is er niet gestrooid geweest, het is een buitenbaan. Het is niet de hoofdroute, maar ik kan wel degelijk zeggen, het is direct harde ijs. Ik raad het ook af van absoluut niet te gaan fietsen deze week, want ik heb ervaring met het fietsen en zelf met de beste wil van de wereld, de opgeruimde fietspaden. Er zijn ijzelplekken en je valt er zo op. Terug het belangrijke kruispunt hier, dus Rapenburg en dan rechtdoor de Bossenstraat, dus ook de aansluitingsstraat voor de bewoners, een van de belangrijkste straten. Ik zeg even verder, zijn het de zijstraten van het dorp, dus via deze route kan je dus overal terecht, ofwel langs hier richting Kloosterzande en terug hier richting Hulst of Terneuzen. Hier ook de bushalte voor de bus richting Hulst.
Goedemorgen, meneer. Bossenstraat, ik zeg het nogmaals, 2 kilometer van dit punt tot het einde en dan terug. Eindpunt kunt u ook naar links gaan richting Terneuzen via eventueel Zaamslag. Dus er ook een stuk bos van vogelwaarde. Hier de Bossenstraat, waar het is ingesneeuwd. De markering. Goedendag. Prachtige beelden hier van dat bos. Even hier, je kan het zien, tussen de 5 en 10 centimeter, maar natuurlijk met de hevige wind komt er van die sneeuwduinen. Zo best mensen jullie kunnen virtueel meewandelen. Ja, de meesten slapen nog op dat uur, momenteel 9:30 op zondag. Ik doe normaal gezien mijn fietstraining om 7 uur, tussen 7 en 9. Dus ja, nu automatisch is het een wandeltocht van de ochtend, vroege ochtend. Hier de markering van de verkiezingen in maart. Dat komt er ook nog bij. Ja, hier zijn er geen bussen, nog de zaterdag, nog de zondag naar huis. Dus, ja, op de zondag moet je de taxi nemen, direct vanuit het dorp. En op zaterdag moet je eerst 10 kilometer verder gaan in de 10 richting. En daar de taxi nemen, ook richting Hulst. Wegdek, er is echt ijzelvorming. Natuurlijk met het zout
dan remmen we het af, maar opnieuw kan je het dus wel zeggen met serieuze gladheid. Hier de locatie van de voetbalpleinen van Vogelwaarde. Zo beste mensen, einde van deze film. Op deze 7 februari 2021 de Vogelwaarde Zeeland Nederland. Momenteel is het hier 9:30. Ik zou zeggen tot de volgende keer.